Volgende inzending, nummer 99, is van Neeltje Verhagen. En zij maakt hard broed. Laar broed, als ik tenminste het probeer in goed Frans uit te spreken. Daar zit natuurlijk een rauwheid in. Ook een directheid. Zo uit het hart. Evengoed zie ik gewoon een buisvormig flesje. Een klein flesje met een schroefdop. Daar kan je iets in doen. En dat is hier ook gebeurd. Ik zie een strook waarop vormen te zien zijn en kleuren. Het buisje is langwerpig, dus je hebt ook al gauw bij die strook een gevoel van links naar rechts. Een hele snelle, vluchtige blik. En dan gevangen in een afgesloten flesje. Eigenlijk is het wel wijds, zo klein als het is. Van links naar rechts kijkend zie ik een tafereel van gebouwen, openingen, kleine vormpjes die doen denken aan deuren of ramen of voorbijgangers, een voertuig, een gele lucht. Maar dat is mijn associatie. Iemand anders die dit flesje zou aantreffen, kan evengoed er wel heel iets anders in zien. Laarbroed. Spontaan een idee hebben en dat idee vangen in een buisvormig flesje voor later. Om er nog eens naar te kijken, terwijl je het behoedzaam vasthoudt. Neeltje doet mee in Eindhoven.